Goedemiddag en van harte welkom bij dit debat. Zonder kennisuitwisseling geen ontwikkeling. Dit debat wordt georganiseerd door SAIL. En SAIL is een samenwerkingsverband van 7 hogere internationale onderwijsinstituten. Dat zijn ISS, MSM, ITC, het KIT, IHE, IHS en het Afrika Studiecentrum. Alle 7 hebben hun eigen specialisme en daarmee richten zij zich op capaciteitsopbouw en op onderwijs en onderzoek in ontwikkelingslanden en opkomende markten. U weet het, we staan aan de vooravond van verkiezingen en in de campagnes en debatten zal het veel gaan over de economie. In Nederland, maar zeker ook in minder ontwikkelde landen, slaat COVID-19 een groot gat in zekerheid en in welvaart. In discussies over herstel en ontwikkeling is er weinig aandacht voor die vorm van kapitaal die zo essentieel is voor zowel minder ontwikkelde landen als ook voor Nederlandse ondernemingen die zaken doen, namelijk kennis. Aid en trade zijn al enige tijd een koppel, maar vaak mist kennis als de liaison die handel mogelijk maakt en hulp duurzaam. Binnen 5 maanden moet de Nederlandse overheid beslissen over een nieuw kennisuitwisselingsprogramma. Hoe dit programma eruit komt te zien is mede afhankelijk van hoe de Kamerleden vanuit verschillende politieke partijen denken over dit thema. En daarom onderzoeken wij vanmiddag het belang van kennisuitwisseling voor de BV Nederland en voor onze hulpagenda. En dat doen we met 5 parlementariërs. In dit verkiezingsdebat proberen we dan te ontdekken hoe die verschillende partijen denken over de rol van kennis in handel en hulp. En dat gaan we doen met een aantal prikkelende stellingen. Hier in de studio beginnen we met 2 inleiders. En daarop volgen de stellingen. En daarover horen wij graag wat u thuis als deelnemer van die stelling vindt. Vervolgens voeren de 5 Kamerleden over die stelling een discussie. De Kamerleden die we zo meteen gaan horen in debat, dat zijn voor de PvdA Kirsten van den Hul met zowel buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking als ook onderwijs in haar portefeuille. Dennis Wiersma van de VVD is woordvoerder hoger onderwijs. Net als Jan Paternotte van D66, ook hoger onderwijs in zijn portefeuille. Van het CDA spreken we met Mustafa Amaouch. Hij zit in de vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel en OS. En, dat is 5e, Tom van den Nieuwenhuizen van GroenLinks. Hij heeft Buitenlandse Handel en OS in zijn portefeuille. Nou, u bent ook allemaal online aanwezig, onze Kamerleden. Die zien we straks op schermen. Van harte welkom ook. En dan beginnen we nu met het eerste deel van deze middag. En dat is over het belang van hulp, over het belang van kennis binnen de handel- en hulpagenda. En we beginnen met een inleiding door Marijn Visser. En Marijn Visser is van VNO-NCW MKB Nederland. En daar is hij plaatsvervangend directeur internationaal ondernemen. Marijn, aan jou de vloer. Dankjewel, Marcia. En goedemiddag iedereen. Ik vind het een eer dat ik hier een korte inleiding mag geven over dit belangrijke thema. Laten we beginnen met de hulp- en handelagenda. We hebben nu 2 ministers gehad en onze conclusie is dat de hulp- en handelagenda eigenlijk onvoldoende geïntegreerd is. En kennis is daarbij de ontbrekende schakel. Dus mooi dat we de gelegenheid hebben om de Kamerleden daarover bij te praten en de kijker bij te praten. Je ziet eigenlijk dat kennis en kennisvalorisatie versterkt zou moeten worden sowieso in ons industriebeleid. Dat geldt los van ontwikkelingssamenwerking, maar ook bij ontwikkelingssamenwerking. En dat we de triple helix van academia, bedrijfsleven en overheid ook naar de ontwikkelingssamenwerking uit zouden moeten strekken. Dat vergt eigenlijk een aparte agenda van het kabinet. Dus behalve een minister voor hulp en handel in een volgend kabinet zou die minister ook juist de kennis erbij moeten hebben. We zien bijvoorbeeld dat er eigenlijk onvoldoende bilaterale programma's zijn met ontwikkelingslanden, maar ook trouwens met ontwikkelde markten op het gebied van kennis en innovatie. Dat loopt allemaal multilateraal en dat is eigenlijk zonde. We zouden dat geld bilateraal moeten investeren en niet multilateraal, want dan profiteren bedrijven er helemaal niet van. Dan Afrika. Het bedrijfsleven heeft een Afrika-strategie opgesteld. Maar we kunnen dat niet zonder de overheid, want alleen publiek-privaat kunnen we stappen maken. Dus wij roepen het kabinet op om een publiek-private, samen met ons, een publiek-private Afrika-strategie te ontwikkelen. Meneer Amaouch heeft daar al oproep voor gedaan, maar het is eigenlijk nog niet opgepakt, dus er ligt ook weer een mooie taak voor een nieuw kabinet. Daarbij moeten we de hulp en handel, die nu nog vrij verschot is, hè, dat zijn verschillende werelden, zouden wat meer geïntegreerd moeten worden. Dus pas je instrumentarium aan
Hebben we te maken met een opkomende markt, moet je misschien een ander instrument hanteren dan bij een fragiele staat. En kijk er naar wat het profijt ook kan zijn daar en het profijt in Nederland. Die taboes moeten van tafel. Tot slot zou ik nog iets willen zeggen over de Afrika-strategie heb ik al genoemd, maar kennisontwikkeling ter plaatse en kennisontwikkeling hier. Daar moeten we extra op inzetten. Van kennisontwikkeling ter plaatse in ontwikkelingslanden profiteren, kunnen ook Nederlandse bedrijven profiteren. Dus zet daarop in. Maar slecht ook taboes. Waarom zouden we geen ICT'ers of mensen uit de zorg naar Europa en naar Nederland halen om ze hier op te leiden en te ontwikkelen en ze vervolgens weer terug te laten gaan waar ze kunnen profiteren, daar kunnen profiteren van de kennis die hier is opgedaan. Laten we veel meer personele uitwisseling hebben. Daar profiteren we daar hiervan en dan kunnen we daar ook veel goeds brengen. Wat dat betreft zijn er geen taboes voor het bedrijfsleven. Daar zou ik het graag bij willen laten. Dankjewel, Marijn Visser. We zien je straks nog even terug aan het einde van dit debat, van deel 1. En we gaan nu over naar de debatronde. We gaan het hebben dus over handel. En interessant is, we gebruiken stellingen, maar het is heel fijn als u thuis daar ook over meestemt. En daarvoor hebben we de Mentimeter. Dus het is wel interessant om dat belangrijk om dat nu eventjes te installeren. Dan op uw mobiele telefoon kunt u gaan naar www.menti.com. En daar is een code voor nodig. Dan kunt u inloggen. Die code verschijnt ook in beeld als het goed is, maar ik lees hem ook even op. Dus op www.menti.com is er een code 4898107. 4898107. En dan kunt u gewoon meedoen. Misschien kunnen we de Kamerleden ook op het scherm zien. Ah, daar bent u allemaal. Goedemiddag. U bent ook allemaal, u heeft ook allemaal geluid. We kunnen u ook allemaal horen. Ja. Ah, kijk. Ja. Heel goed. Unmute. Ja, goed zo. Ja. Nou, welkom. Ik heb u net al voorgesteld aan onze kijkers, luisteraars. We gaan het hebben over handel in onze eerste ronde. En ik heb een stelling. En die eerste stelling die gaat over kennis als verbindende schakel tussen hulp en handel. Zonder kennis kunnen handelsambities eigenlijk niet heel goed ingevuld worden. Denk aan het inrichten van, ja, wat je noemt het economische ecosysteem. Dat is inclusief start-ups, MKB en ook instituten die bijdragen aan ontwikkeling op de lange termijn. Onze eerste stelling van vanmiddag is dan ook, kennissamenwerking is essentieel voor handel. En dan gaan we eerst even kijken wat de mensen thuis stemmen. En dan, die gaan nu de Mentimeter invullen. En dan ga ik eventjes kijken wat onze Kamerleden daarvan vinden. Met het CDA te beginnen, meneer Amaous, voor of tegen? Kennissamenwerking is essentieel voor handel. Eens. U bent het mee eens. Daarnaast Dennis Wiersma van de VVD. Eens of oneens? Eens. Eens. Daarnaast GroenLinks. Eens of oneens? Eens. Oh goed, we zijn allemaal eens. Jan Paternotte, eens of oneens? Ik ben het denk ik mee eens. Ik ben het dus ook mee eens. En Kirsten van Hul, die zit hier naast mij van de PvdA. Ook eens. Ik ben het er ook mee eens. Nou, dan gaan we even kijken wat de mensen thuis zeggen. Kijk, dat is veel gevarieerder. He, dus kennis essentieel, kennissamenwerking essentieel voor de handel. Daarvan zegt eens 52%. Zie ik dat goed? Oh, aantal. Oh, nee, niet de procenten. Eens stemmen nu 52 mensen en oneens 5. Oh, dus dat is, ik dacht even dat ik percentages ging zien. Maar nou, dat is dus ook een overgrote meerderheid. Is het daar over eens? Kirsten van den Hul en Dennis Wiersma, die hebben we uitgenodigd om over dit onderwerp wat nader in debat te gaan. En misschien ook de dilemma's en de pijnpunten hierin te benoemen. Kirsten van den Hul, mag ik u uitnodigen om als eerste even te vertellen, waarom is die kennissamenwerking nou zo essentieel voor de handel?
Nou, ik denk dat kennissamenwerking essentieel is überhaupt voor ontwikkeling. En daar is handel wat mij betreft een onderdeel van. Het moet niet het doel op zich zijn wat de PvdA betreft. Maar het is heel belangrijk dat ook kennis eerlijker wordt verdeeld. En dat is helaas, zien we nu ook weer tijdens corona, nog steeds niet het geval. Kijk naar hoe ongelooflijk ongelijk verdeeld de toegang tot innovaties als coronavaccins op dit moment zijn. En dat laat ook zien dat er nog een wereld te winnen is, als het gaat om het eerlijker verdelen van kennis. Maar ook als het gaat inderdaad om handel, dan kunnen we niet zonder kennissamenwerking. En daar is ook wat ons betreft nog een wereld te winnen. Oké. Ja, Dennis Wiersma, hoe kijkt de VVD hier tegen? Ja, ik ben het eens met de stelling. En dat komt omdat ik geloof zelf enorm in kennis en het belang van kennis. En kennis is uiteindelijk macht. Maar is ook de manier om landen, denk ik, verder te helpen. Ook om daar zelf geld mee te verdienen. Mensen slimmer te maken. En volgens mij hebben wij met z'n allen belang om de wereld slimmer te maken. En kunnen wij daarin ook heel goed slagen. Dus ik heb zelf als met meerdere collega's ook samen met Pater Notte nog gevraagd om een talentstrategie, dat we ook op talentmissies gaan om actief te kijken waar wij kunnen bijdragen aan kennisontwikkeling, zowel mensen hier, misschien in Nederland, maar ook andersom. Dus ik ben het daarmee eens. Ik denk alleen wel dat er nog een tweede component is, en dat is ook die handel. Daar heb ik wel zorg bij dat ook een gelijk speelveld moet zijn. Dus als je nu kijkt soms naar China, die soms handelsvoordelen krijgt, omdat ze onterecht als het wordt ontwikkelingsland worden aangemerkt, ja, dat helpt niet mee. Ik vind ook dat je in die handelsmissies ook ons MKB nog veel nadrukkelijker naar voren moet brengen, want die kunnen denk ik nog crucialer van betekenis zijn, ook in ontwikkelingslanden. Dus het gaat hand in hand in handel. Dus kennis, ja, maar we hebben ook nog wat te doen op het gelijk speelveld als het gaat over die handel. Als je die 1+1 bij elkaar optelt, dan wordt het echt 3. En als u zegt een gelijk speelveld voor handel, wat is dan het belangrijkste wat de Nederlandse overheid in zijn ontwikkelingsbeleid zou moeten doen? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het vaak Europa is. Dus dat wij daar samen met Europese landen en bondgenoten een vuist moeten maken. Dat kan gaan over de big tech, hè, maar dat kan gaan over de big state. China die zelf grote investeringen doet, maar natuurlijk ook China die spioneert of intellectueel eigendom van ons probeert af te pakken of bedrijven daar naartoe probeert te brengen. Dus het is ook het beschermen van onze eigen kennis, onze technologie, maar ook wel onze cruciale infrastructuur. Dus we willen samenwerken met die landen die wij helpen, die uiteindelijk ons en onze bedrijven ook verder kunnen helpen. Dus die wederkerigheid, die is voor mij leidend. En ik kan me ook voorstellen dat als bijvoorbeeld wij mensen helpen om in of Chinese studenten hier helpen, ik doe hoger onderwijs, dat we ook aan China vragen, omdat dan onze Nederlandse studenten ook in die landen hun studie kunnen doen en ook daar kunnen ervaring kunnen opdoen. En dat is met China vaak ingewikkeld, heel veel andere landen gelukkig niet. Maar ik vind dat die wederkerigheid wel belangrijk is op basis van dezelfde uitgangspunten en die win-win met elkaar afspraken maken op kennis en op zaken doen, dus handel. Oké, we gaan het even wat verbreden. Bijvoorbeeld Tom van den Nieuwenhuizen, u heeft meegeluisterd. Bent u het ermee eens met Dennis Wiersma dat er moet wel een gelijk speelveld zijn als het gaat over die uitwisseling van kennis? Dus wat dat betreft moet vooral ten opzichte van China moet een hoop gebeuren? Nou ja, als je het over China specifiek hebt, dat is natuurlijk een heel ander land dan de meeste andere landen die we zien in de wereld. China is een heel gesloten land. En de wederkerigheid in China is op dit moment totaal afwezig. Niet alleen op kennis, maar ook als we het hebben over toegang van NGO's of toegang van onze bedrijven, controleurs, het nastreven van OESO-richtlijnen. Dus China is wat dat betreft een goed voorbeeld van waar het helemaal fout gaat. Dus eens dat die wederkerigheid eigenlijk onlosmakelijk onderdeel zou moeten zijn van ieder investeringsverdrag of handelsverdrag afsluiten met willekeurig welke mogelijkheid, dus ook voor China. Als je kijkt naar de uitwisseling van kennis, dan gaat dat niet alleen over het studeren van onze studenten in het buitenland, maar ook het omarmen van alumni-netwerken van buitenlandse studenten in Nederland. We zien dat daar waar dat wij brede alumni-netwerken hebben in de afgelopen jaren, dat die alumni op plekken komen in carrières en posities van macht en daarmee ook een veel positieve houding hebben ten opzichte van Europa en van Nederland in het bijzonder. En daardoor veel meer begrip hebben voor de manier waarop dat wij handel willen drijven met die landen.
daardoor ook veel eerder geneigd zijn om vanuit die posities naar Europa te kijken en naar Nederland voor het drijven van handel. Dus uiteindelijk is het cruciaal voor handel niet alleen om kennis uit te wisselen, maar ook om te zorgen dat we begrip hebben voor elkaars cultuur en begrijpen hoe je handel moet drijven met elkaar. Okay. En dat begint met wederkerigheid, dus wat dat betreft eens met het statement dat wederkerigheid essentieel is. Ja, nou, u maakt nog een ander punt, hè? Dat is namelijk dat door kennisuitwisseling Nederland ook ambassadeurs creëert. Ambassadeurs voor Nederland en voor Europa. Meneer Amaoush, ik zie u knikken. U bent het daarmee eens? Ja, absoluut. Als je kijkt bijvoorbeeld in MSM in Maastricht, hoeveel duizenden alumni ze hebben. En als je dan ook als commissie, we hebben als collega's verschillende werkbezoeken gebracht naar Ethiopië, Oeganda of naar Libanon. En als je dan met studenten praat of mensen die in start-up praten en die zeggen oké, we zijn alumni vanuit Nederland of vanuit Wageningen. We hebben daar gestudeerd en dat doet je goed en dat hebben ze ook nodig. Terugkomend op het gelijk speelveld. Kijk, als je bijvoorbeeld, we hebben CDA veel gefocust, ook met steun van de Kamer op Afrika als continent. Daar is gewoon nog geen sprake van een gelijk speelveld. En ik denk dat kennis heel belangrijk is. Of dat nou op agrofood is of op IT, om de financieringen in Afrika ondernemers te kunnen ondersteunen. Daar is geen gelijk speelveld. Dus wij moeten, en we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar te investeren. En dan kom ik wel terug, inderdaad, kennis geeft macht. Op het moment dat die kennis daar ook goed landt op dat continent, dan kunnen we ook naar een gelijkwaardig speelveld toe. Want het is nodig met de demografische ontwikkelingen in Afrika, dat wij zorgen voor voldoende banen en een eerlijke economie daar. Oké, dank u. Meneer Paternotte, een ander aspect van deze stelling. Kennissamenwerking is essentieel voor handel. Daar zit natuurlijk ook aan dat Nederlandse bedrijven die willen exporteren, dat die er ook baat bij hebben, of exporteren of willen investeren vooral, moet ik zeggen, dat die er baat bij hebben dat er een meer hoger opgeleide beroepsbevolking is die waarmee valt samen te werken. In hoeverre is voor u dat aspect leidend, dat ook Nederlandse handel hoger opgeleide bevolking nodig heeft? Ja, absoluut. Dat is ook waarom het zo goed is dat we in onze hulpagenda ook heel veel in het onderwijs inderdaad steken. Maar het sluit ook wel aan bij wat ik net vanuit VNO hoorde. Dat het ontzettend belangrijk is dat Nederland op die handelsverdragen inzet. En dat je inderdaad zorgt dat je op die manier een sterke handelsband kunt koppelen aan kennissamenwerking op kennis en het uitwisselen van studenten en aan de hulpagenda. Want ja, als je in Delft bent bij het Water Institute, dan lopen er allemaal mensen rond uit ontwikkelingslanden die hier kennis opdoen over waterbeheer. En die weten ook dat als je voor die kennis goede bedrijven zoekt, dat je in Nederland moet zijn. Dat je de Nederlandse baggeraars nodig hebt om de delta's in de wereld te helpen beschermen. Dus daarom denk ik dat die uitwisseling van studenten, zowel mensen die hier naartoe komen, als die wij de wereld over laten gaan, ongelooflijk goed is. En dat het belangrijk is dat we inderdaad mensen die ervaring in de zorg willen opdoen, op andere terreinen, dat die inderdaad de kans krijgen om hier tijdelijk te werken en daarna weer terug te gaan naar het land waar ze vandaan komen. Circulaire migratie. Laten we daar niet bang voor zijn, want dat is de manier om ervoor te zorgen dat je een hele sterke handelsband ook kan opbouwen. Ja, dus zoals u het omschrijft, is dit een mes dat eigenlijk heel scherp aan twee kanten snijdt. Hè? Waar hulp en handel soms ook nog wel eens tegenstrijdige belangen kunnen hebben, is dat in dit geval in elk geval helemaal niet aan de hand. Tot zover onze eerste stelling. We gaan verder naar de tweede. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken zet op verschillende manieren in op kennissamenwerking. Er wordt geïnvesteerd in zowel multilaterale als bilaterale kennisprogramma's. Bekende multilaterale kanalen zijn de Wereldbank en de ILO. Er zijn ook een paar specifieke multilaterale onderwijsprogramma's nog. Maar hier tegenover staan programma's voortkomend uit Nederlandse inzet en expertise. Dus bilaterale programma's. Zoals bijvoorbeeld bekend het Orange Knowledge Programma. Van het totale ODA-budget, moet ik erbij zeggen, is ruim 42%, Nederlandse ODA-budget, ruim 42% gaat naar multilaterale kanalen. Dan kom ik bij de tweede stelling. En dat is: Nederland zet voor zijn hulp- en handelsagenda te prominent in op multilaterale samenwerking. We vragen eerst even aan onze deelnemers thuis om hun stem uit te brengen op de Mentimeter. En dan ga ik gewoon even het rijtje van onze Kamerleden langs. Kirsten van der Hul, eens of oneens, te veel op multilaterale samenwerking? Oh, ik hoor u even niet. Bent u mute misschien? Wacht, ik hoor u nog steeds niet. Ja, nu moet het lukken als het goed is. Ja.
Ik ben het ermee eens dat er te veel langs multilaterale kanalen wordt besteed. En dat heeft er alles mee te maken dat ik vind dat er meer via lokale organisaties zou moeten gaan. En daar heb ik samen met GroenLinks ook al een aantal keer een voorstel toe gedaan, moties voor ingediend. Omdat ik vind dat juist om de meest gemarginaliseerde groepen te bereiken, de meest kwetsbare mensen te bereiken, het beter is om ook met lokale organisaties samen te werken. En niet grote multilaterale organisaties. Spreken we zo over door. We gaan nu eventjes inventariseren, maar is een belangrijk punt. Lokale organisaties dus, wat nog een ander spoor is. Jan Paternotte, eens of oneens? Te veel wordt ingezet op multilateraal? Ja, oneens. Want het is nog niet eens inderdaad de helft van het hele ODA-budget. En ja, laten we eerlijk zijn, helder. Nederland heeft een aantal specifieke expertise. Alleen, we zullen toch heel veel in samenwerking moeten doen om samen sterk te kunnen staan. Oneens. We gaan er straks nog over praten, hoor. Kom nog alle tijd voor. Tom van den Nieuwhuizen, eens of oneens? Eens met de stelling. Eens. Dennis Wiersma, eens, oneens? Eens rond hulp, oneens rond handel. Eens rond hulp, oneens rond handel. Oké. Okay. Komen we straks over te spreken. En meneer Amahoush, eens, oneens? Eens. Eens, oké. Okay. Ik ga even kijken wat de mensen thuis zeggen. Ah, kijk, dat is bijna gelijk. Eens 30 tegen 35 mensen die het er niet mee eens zijn. We gaan hierover doorpraten. Meneer Paternotte van D66 en Mustafa Amahoush van het CDA. Meneer Paternotte, vertelt u eventjes, waarom bent u het ermee oneens? Nou, als er één land is dat echt baat heeft bij internationale samenwerking, bij een internationale orde die gebaseerd is op regels die we met z'n allen stellen, dus waar niet het recht van de sterkste geldt, ja, dan is dat wel Nederland. We zijn uiteindelijk toch een klein land. Natuurlijk hebben we bepaalde speciale expertise. Ik noem de waterbeheer, je kunt ook voedselzekerheid noemen. Of LHBTI-rechten, seksueel reproductieve rechten. Dat zijn dingen waar Nederland heel goed in is. Wat we heel veel zelf doen in de hulpagenda. En wat we qua voedselzekerheid en waterbeheer heel veel zelf doen in de handelsagenda. Hartstikke goed. Maar ja, uiteindelijk wil je niet dat alle Europese landen alles op zichzelf gaan doen. Want dan zijn we een optelsom van allemaal kleintjes. Ja, Afrika werd net al terecht genoemd. China heeft een heel duidelijke strategie om in Afrika heel snel heel veel invloed op te bouwen. Met een combinatie van hulp en handel. Ja, je zult moeten samenwerken als je daar iets tegenover wilt zetten. En wilt zorgen dat daar dezelfde regels gelden. En uiteindelijk hebben wij er baat bij als wij samen als Europa met handelsverdragen in die internationale wereldorde ervoor kunnen zorgen dat we onze markten kunnen openen voor de handel. En dat daar in ruil daarvoor ook standaarden op het gebied van klimaat, duurzaamheid en mensenrechten kunnen worden nageleefd. Maar dat gaan we echt niet op ons eentje bereiken. Mag even voor de helderheid, schetst u hier niet een oneigenlijke tegenstelling tussen enerzijds een internationale ordening en anderzijds de manier waarop je geld voor hulp en handel ter beschikking stelt? Enerzijds, internationale ordening staat buiten kijf. Daar is Nederland natuurlijk een enorme pleitbezorger van. De vraag is, ga je je ODA-gelden inzetten via multilateraal? Ja, natuurlijk. Want dat die ODA-gelden gaan voor een groot deel dus naar organisaties die die orde mogelijk maken, inderdaad. Een wereldgezondheidsorganisatie waarvan we nu zien hoe belangrijk die is. En hoe dramatisch het is als de Verenigde Staten zeggen, nee, wij gaan dat zelf wel organiseren. We gaan dat niet meer multilateraal doen. Okay. En dat kun je voor heel veel organisaties zeggen. Je moet juist als Nederland zeggen, wij staan voor dat multilaterale. Hoe meer samenwerking, hoe beter, want samen staan we sterk. Okay. Helder. Meneer Amahoush, u bent het met de stelling eens. En waarom bent u het oneens met Paternotte? Kijk, belangrijk is de multilaterale, dat doen we, dat vind ik, dat is zeg maar een soort basis, een soort fundament. Maar daarbovenop moeten wij ook bilateraal, wat ook net gezegd is door VNO-NCW, zeker als het ook richting handel gaat. Kijk, als we kijken naar een continent als Afrika, dat is niet één land. Er zijn 55 landen en die verschillen ook in de ontwikkeling. En als je kijkt wat wij inzet hebben gedaan in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld nu bij de laatste begroting, om als Nederland te zeggen, we doen 15 consortia-projecten op 15 focuslanden in Afrika. Dat vind ik goede voorbeelden, dat je ook als klein land, juist als Nederland, ook accenten zet bovenop het multilaterale. En het multilaterale, daar ga ik een gedeelte mee met Jan. Maar het is niet zo, als we het alleen maar het multilaterale doen, dat we dan als Nederland klaar zijn. Juist hoe meer landen uit die ontwikkelingssamenwerking komen en meer de stap maken naar handel en economische ontwikkeling, zullen wij als Nederland accenten moeten zetten als klein land om juist bilateraal met onze kennis en kunde en inderdaad de win-win situatie op handel en economische ontwikkeling daar flink op investeren. Oké, even wat preciezer naar wat u dan zou willen. Ik zei 42% gaat nu naar multilaterale kanalen.
Hoeveel zou dat grosso modo, hoor, ik pin u niet op 1% vast, maar hoeveel zou dat grosso modo moeten zijn volgens u? Ik denk dat het afhangt in welke fase een bepaald land zich bevindt. Je hebt het nu over de ODA specifiek. En dat is een beetje ook de worsteling die we mee hebben gemaakt in de afgelopen 4 jaar. Elke keer als we het hebben over de ontwikkeling van de handelsagenda, dan wordt er gesproken, oké, we hebben de ODA-middelen en daar kunnen we heel moeilijk uit opereren. Terwijl ik denk in de komende decennia dat juist de spanning gaat zitten. Hoe kunnen we ook geld losmaken om meer te investeren in handel en economische ontwikkeling? Juist om die landen vooruit te helpen. Maar ik vroeg eigenlijk alleen maar, ik vroeg alleen maar een percentage, grosso modo. Dus u zegt dat verschilt per land, maar grosso modo ODA. 30% dan ODA? Is dat iets waar u mee gaat leven? Nee, ik wil me nu niet vastpinnen aan percentages. Ik zeg alleen, dat moet meer op bilateraal. Okay. Mooie projecten zoals we nu doen met NABC en VNO-NCW. 15-15 project, 15 consortia in 15 landen. En daar NABC, dat is de Netherlands Africa Business Council. Juist, excuseer voor de afkorting. Nee, maakt niet uit. Die projecten die moeten we volgens mij meer gaan stimuleren in de komende 4 jaar. Ja. We gaan even hier naar het begin. Kirsten van Hul, u was het met de stelling eens. U zegt er gaat te veel op multilateraal. Waar zou er volgens u in gesneden moeten worden? Wat is volgens u onnodig? Nee, dan heeft u mij verkeerd uitgelegd. Ik zeg niet dat er ergens in gesneden moet worden. De PvdA is sowieso van mening dat er meer geld naar het ODA-budget moet. Ah. Dus we moeten nergens in snijden, er moet geld bij. En het geld wat erbij komt, moet langs andere kanalen. Ik heb er eerder voor gepleit, samen met de collega van de Nieuwenhuizen, dat minstens 30% via lokale organisaties gaat. Ja. Daar zou ik een groot voorstander van zijn. Als we het hebben over het eerlijker verdelen van kennis, geld en middelen, dan moeten we dat ook in de praktijk toepassen. Ook met ons ODA-budget. Juist met ons ODA-budget, zou ik willen zeggen. Ja, want even om dat punt helder te maken. U zei het eerder ook al. We moeten nog multilateraal kijken, nog kijken bilateraal vanuit Nederland, maar via lokale organisaties. Wat betekent dat precies? Kort? Nou, op dit moment, als we kijken naar die 42% die multilateraal gaat, dat zijn dus inderdaad hele grote organisaties, vaak ofwel via de VN of Wereldbank. En dat is ook belangrijk, dat zijn ook belangrijke kanalen die weer andere doelstellingen behalen. Maar wij vinden dat juist ook kleinere lokale organisaties moeten mee profiteren van die Nederlandse middelen. En ja, dat zijn organisaties die vaak bijvoorbeeld NGO's zijn, die vaak het lastiger hebben in een lokale context om het hoofd boven water te houden. En zeker als het gaat om het bereiken van groepen die je anders niet bereikt, zoals vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, LHBT, dan is het heel erg belangrijk om samen te werken met NGO's die die contacten in die gemeenschap wel hebben. Helder. Tom van den Nieuwenhuizen, heeft u iets aan te vullen hierop of is er een heel ander perspectief dat we missen? Nou, wat je vooral ziet is dat we de laatste jaren steeds meer van ons budget zijn gaan uitgeven multilateraal. En ik wil dus vooral de nuance aanbrengen. Multilateraal is heel belangrijk en we doen daar hele goede dingen, hè, zoals een Global Partnership for Education of een Wereldbank. Maar het is ook heel moeilijk om zicht te houden op het effect van deze programma's. En ik vind bijvoorbeeld een bilateraal programma zoals binnen het Orange Knowledge programma, waar dat Nederlandse kennisinstituten samenwerken met kennisinstituten in ontwikkelingslanden en daarmee een langdurige duurzame relatie opbouwen, dat heel waardevol is. En ik vind het een hele gevaarlijke tendens dat we de afgelopen jaren zien dat het ODA-budget steeds verder onder druk staat en dat een steeds groter deel van het budget naar multilaterale instellingen gaat. En daarmee komen dus lokale context onder druk te staan, omdat je niet alles in Washington of Geneve kunt bedenken. Ja. Mensen lokaal weten gewoon veel beter wat er op dat moment behoefte aan is en kunnen dus veel beter die verbinding aangaan in een bilaterale samenwerking met bijvoorbeeld Nederlandse kennisinstituten. Ja. Maar wat zegt u dan tegen Jan Paternotte? Die zegt, kijk, voor de internationale ordening waar die ontwikkelingslanden zo ontzettend veel baat bij hebben, en wij ook, zijn juist die multilaterale instituties en ook de Wereldgezondheidsorganisatie zijn onmisbaar. En dat ben ik ook helemaal met hem eens. Maar dat betekent niet dat we steeds meer en een steeds groter deel van ons budget daar naartoe moeten sluizen. Dat betekent dat we die internationale ordening en die multilaterale organisaties in stand moeten houden. Dat we via hen goede programma's moeten draaien. Maar dat we een goed oog moeten houden voor lokale behoeftes. En dat lokale organisaties, lokale kennisinstituten veel beter weten wat er lokaal nodig is. En dat we dat niet moeten schuwen in bilaterale samenwerkingen. Okay. En dat we niet steeds meer van ons budget daaraan moeten opofferen. Okay. Mevrouw Luiten? Ja.
Ja, wat mij dan wel opvalt is dat op zich iedereen zegt van ja, multilateraal is belangrijk. Eigenlijk niemand geeft antwoord op de vraag van ja, waar zou dan geld van af moeten? Ja. Dat is denk ik toch belangrijk. Als je zegt dat er Nederland nu te prominent inzet op multilaterale samenwerking, als je daarmee eens bent, dan zeg je dus eigenlijk dat er geld weg moet bij internationale samenwerking, internationale organisaties. Nee, wat ik heb begrepen in dat geval, dan neem ik het even terug wat Kirsten van der Hul zei. Die zei, er moet gewoon meer geld bij. Dus zeg maar, het percentage naar multilateraal, dat zou niet zo groot moeten zijn. Klopt dat, mevrouw van der Hul? Dat zei u, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik moet nog even naar, want we moeten door. We gaan zo meteen door. Dennis Biersma, nog heel even. Is er iets hierop aan toe te voegen, wat u net heeft gehoord? Uw beeld staat... Dat voor deel deed ik... Het beeld staat stil, geloof ik. Maar oh, u bent er wel. Ja. Ben ik er? Ja. Kijk. Ja, ik zei, ik ben het eens op hulp, oneens op handel. Hè. Dus wij willen hulp juist vaker ook in nationaal verband of juist Europees verband doen dan alleen in VN-verband. En ook omdat je dat soms voorwaarden kan stellen die we hier belangrijk vinden om te stellen. Natuurlijk, u kent de VVD van bijvoorbeeld de afspraak over het opvangen van illegale onderdanen, terugnemen daarvan. Maar het gaat ons ook om juist meer die verbonden hulp die je dan veel beter kan organiseren. Waarbij je in hele specifieke sectoren, hele specifieke Nederlandse bedrijven of kennisinstellingen, specifieke thema's waar we sterk in zijn, dat je daar die samenwerking zoekt die past bij de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Okay. Dus ik deel op dat vlak wat ik ook van GroenLinks en de PvdA hoorde. En op handel, ja, daar zit het iets anders. Dus daar ben ik het oneens, omdat als het... we hebben juist behoefte, wat je noemde, aan het gelijke speelveld. En dan wil je ook dat we ook in EU-verband maatregelen durven nemen. En dan moet je dat gezamenlijk doen. Ja, dat is helder. Dank u wel. We gaan door naar onze derde stelling. Want we hebben een hoop te bespreken vanmiddag. We kunnen dus hulp geven. Derde stelling. We kunnen hulp geven aan Tunesië. Ik geef eens een voorbeeld. Hulp aan Tunesië om economische ontwikkeling mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door ons te richten op de olijfboeren in Tunesië. Maar diezelfde boeren die worden weggeconcurreerd door grotere, veel kapitaalkrachtigere boeren uit Spanje en Italië. Dan zijn er ook nog importbeperkingen van de EU. Met als resultaat, Tunesische boeren hebben weinig kans. Het gevolg is dat er meer mensen willen migreren naar Europa. Met als slotsom, als je niet de olijfolie importeert, dan importeer je de zonen van de olijfboeren. Wat brengt ons bij stelling 3? Zonder duidelijke beleidscoherentie tussen hulp en handel is er geen duurzame ontwikkeling mogelijk. Coherentie gaat het over. Kamerleden, ik kom meteen bij jullie. Meneer Amahoud, voor of tegen? Eens, voor. Eens. He, dus zonder coherentie geen duurzame ontwikkeling. Meneer Wiersma? Ja, heel erg eens. Heel erg eens. Tom van den Nieuwenhuizen? Ik ben het hiermee eens. Ja, Jan Paternotte? Ik ben het hier hartstikke mee eens. Kirsten van der Hul? Ja, volmondig eens. Ja. Nou, wat dus interessant is, is dat jullie het eigenlijk allemaal volmondig eens zijn. Maar dat is eigenlijk al jaren zo. He, er is natuurlijk al jaren in Nederland niemand die zegt, ons beleid moet niet coherent zijn. Je moet goed zoeken als je zo iemand wil vinden. De praktijk daarentegen, daar schijnt een hele hoop licht tussen. Dus in de praktijk blijkt dat heel erg een lippendienst. He, ik noemde al de Tunesische olijfboeren. Een ander voorbeeld is natuurlijk de belastingontwijking van Nederlandse multinationals. Hè, waardoor landen als Oeganda, om maar ook een voorbeeld te noemen, enorme sommen belastinggeld mislopen. Oeganda 287 miljoen aan gemiste oliebelastingen. En vervolgens gaan wij hulp aan Oeganda geven. Dus hoe verklaart u, we hebben een paar minuten maar, wie heeft een verklaring voor die inconsistentie daarin? Ja, daar heb ik wel een verklaring voor. We houden helemaal niet rekening tussen departementen met wat de effecten zijn van beleid. En daarom hebben wij ook voorstellen gedaan om een SDG-toets verplicht te maken, zodat er bij elk nieuw beleid, bij elke nieuwe wet, wordt gekeken wat betekent dat ook voor duurzame ontwikkeling, niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe nu Heineken internationaal of Shell internationaal profiteren van bij handelsmissies en tegelijkertijd in het nieuws komen met zich niet houden aan de afspraken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja, dan zie je dat er in de praktijk nog een wereld te winnen is en nog veel te weinig van die SDG-toets terechtkomt. Dus dat is ook een oproep die ik geregeld heb gedaan aan minister Kaag en die daarmee ook met haar andere collega's over in gesprek moet. Want dit is niet alleen iets van OS of alleen iets van handel, maar dit zou op elk ministerie bovenaan het lijstje moeten staan.
Helder. Ik ben ernaar geneigd het hierbij te laten, tenzij iemand zegt, ik heb een totaal ander punt. Want de tijd dringt een beetje. Mag ik door? Ja. Dan ga ik... Toch een korte opmerking, toch een tegengeluid. Want dan wordt dan weer afgegeven op de Nederlandse multinationals. Terwijl ik daar trots op ben, of er nou een Shell is, of een Heineken in Ethiopië, of een Friesland Campina in Nigeria, die de fabrieken neerzetten waar de lokale bevolking wel degelijk, hè, in de kader van SDG 8, fatsoenlijke banen krijgen. En ook lokale producten of lokale toelevering wordt gegeven. Dus ik denk dat ook, ik ben het eens met mevrouw Kirsten van Heul, dat ze zegt, oké, de incidenten die moeten we aanpakken. Maar laten we nou niet doen of we een continent als Afrika alleen maar met hele kleine projecten kunnen oppakken. Okay. Dus laten we samenwerken met die grote multinationals, met expertise van onze universiteiten in Nederland, dat we lokaal banen kunnen creëren met lokale producten. Oké. Dank u wel. Sorry? Ja, dan kan ik ook iets even reageren op Kirsten van der Hul. Want ik ben het natuurlijk helemaal eens met het principe inderdaad, dat voor die bedrijven ook de regels duidelijk moeten zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal mooi als we dat op Europees niveau doen. En daarom zijn we ook blij dat, als mede op verzoek van D66, de Europese Commissie nu bedrijven verantwoordelijk gaat maken voor die hele productieketen. Zodat je inderdaad van de koffieboer in Ethiopië tot aan de fabriek in Douwe-Egberts een verantwoordelijkheid hebt voor dat standaard op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid inderdaad gehandhaafd worden. Maar dat echt voor alle Europese bedrijven die regels ook gelijk zijn, waardoor er niet een speelveld ontstaat waar Nederlandse bedrijven op achterstand zouden staan. Helder. Dat is natuurlijk het allermooiste. En ik ben blij dat dat in ieder geval nu gaat gebeuren. Helder. Alleen als je dat in de toekomst verder wil uitbreiden, moet je natuurlijk ook bereid zijn om handelsverdragen te sluiten. En ik vind het wat dat betreft echt wel jammer dat je de laatste jaren ziet dat in de Tweede Kamer er steeds minder steun is voor ons als handelsland om ook handelsverdragen te sluiten. Helaas moet ik het nu bij laten, maar dank u wel. Want ik heb nog even Marijn Visser hier terug van VNO-NCW. Je hebt hiernaar geluisterd, dit debat over, eigenlijk over kennisuitwisseling en handel. Wat is jou het meeste opgevallen? Nou, dat we nog hard moeten werken om kennis geïntegreerd te krijgen in de OS en handelsagenda. Waar zit de pijn? Nou, ik heb eigenlijk, daar moeten we gewoon ideeën voor ontwikkelen. Ik ben wel blij dat iedereen aandacht heeft voor de Afrika-strategie. Ik heb heel veel positieve dingen gehoord. Wij vinden ook dat er, dat kan ik mevrouw van der Hul zeggen, dat er niet bezuinigd moet worden op het OS-budget. Dat misschien zelfs al omhoog moet. Dus zelfs het bedrijfsleven vindt dat. Ja, we hebben tegenwoordig een nieuwe agenda. U hebt dat van de week gezien. Dus ze zijn heel positief. Ook dank voor de steun voor handelsverdragen van meneer Paternotte. Dat is natuurlijk prachtig. Meneer Hootschmidt, de Afrika-agenda heb ik al genoemd. Want waarom zijn er te weinig handelsverdragen in principe? Nou, er zijn heel veel witte vlekken. We hebben bijvoorbeeld geen akkoord met China, niet met Rusland, niet met de VS, niet met India. Dus dat zijn toch grote blokken waar eigenlijk nog geen handelsakkoorden mee zijn en dus ook nog geen gelijk speelveld. Ja, maar je wilde nog iets gaan zeggen. Nou, ik denk dat we aan de slag moeten met die verdere ontwikkeling van de hulp- en handelagenda. Er zijn een aantal dingen voor genoemd in deze discussie met de Kamerleden. Ik doe nogmaals een oproep om daar een kennisagenda aan te verknopen. Om daar gewoon stappen in te zetten en dat ook gezamenlijk op te pakken. Dus dat er ook bij de formatie hopelijk geen taboes zijn op dit terrein. Daar roep ik de Kamerleden toe op. En wat zou een taboe kunnen zijn? Waar ben je bang voor? Nou, dat we nog te veel denken, kennis is OCW, het ministerie van Onderwijs. Ja. En hulp en handel is buitenlandse zaken, is een aparte minister. Dat moet meer geïntegreerd worden. We moeten ook meer kijken naar wat doet het ministerie van Economische Zaken. Want die doen industriepolitiek. Dat moet versterkt worden. Maar we moeten naar meer integraal verhaal. Wat dat betreft ook die SDG's die genoemd werden door mevrouw Van der Hul, die kunnen daarbij leidend zijn. Want dat is eigenlijk een heel mooi uithangbord voor de BV Nederland. En ook voor NGO's en vakbonden bijvoorbeeld. Ja, dat brengt je conclusie eigenlijk terug bij waar je mee begon. De oproep om werk te maken van een ministerie en een minister van hulp, kennis en handel. Precies. Nou, mooi. Laten we daarbij. Dennis Visser, dank je wel. Dank je. Ja, wij gaan door voor het tweede deel van deze middag. En dat tweede deel over kennis en hulp. Beginnen we wederom met een inleiding. Hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het ISS Thea Hilhorst. Over de vraag gelijkwaardigheid en inclusiviteit in partnerschappen. Is dat idealistisch of realistisch? Thea Hilhorst.
De Nederlandse kennisinstituten die hebben een enorme geschiedenis in partnerschappen met kennisinstituten in ontwikkelingslanden. Dat dateert al van de jaren 50 van de vorige eeuw. En het heeft ook heel veel opgeleverd. Niet alleen door deze partnerschappen, maar in zijn algemeenheid zien we dat heel veel ontwikkelingslanden, en we kunnen ze niet over één kam scheren, in heel veel ontwikkelingslanden is er nu een bloeiend domein van kennisinstituten en heel professioneel. En waar de aandacht nou steeds meer naartoe gaat, dat zijn landen waar fragiel zijn, in conflict hebben gezeten, postconflict. En juist in die landen is het ongelooflijk belangrijk om te werken aan de opbouw van die kennisinstituten. Nou, ik heb zelf al 15 jaar gewerkt met een universiteit in Congo. En ik heb zelf dus ook heel goed kunnen zien hoe dat werkt. Nou, deze universiteit, die bestaat al 60 jaar, heeft door al die oorlogsjaren heen, zijn ze gewoon doorgegaan met lesgeven en mensen opleiden. Dat alleen vind ik al heel bijzonder. Dus die universiteit is echt een baken in zo'n land dat fragiel is. Zij leiden mensen op, maar ook hun docenten die spannen zich ook in voor vredesprocessen en vredesdialogen. En daarmee zijn dit soort kennisinstituten ook belangrijk voor, ja, zeg maar de andere belangen die Nederland ook heeft. Want het gaat natuurlijk niet alleen om handel, maar ook in de hulp zitten belangen. Hè? Zo van juist die kennisinstituten die zich richten op boodschappen rondom vrede. Jonge mensen opleiden, zodat die ook perspectief houden voor een toekomst in hun eigen land. En natuurlijk ook dat deze instituten juist die mensenrechten uitdragen waar Nederland ook veel belang aan hecht. Nou, die samenwerking met die kennisinstanties die heeft ook een aantal lessen opgeleverd die ik hier graag ook met jullie deel. Niet alleen mijn lessen vanuit Congo, maar veel breder, wat we zien in alle SEAL-instituten. En de eerste is dat het echt belangrijk is, er werd net ook over gesproken, dat deze instanties hun eigen agenda kunnen bepalen en dat deze hulp vraaggericht is. Dus het heeft geen zin met grote programma's die landen in te gaan en die op te leggen aan de kennisinstituten. Die moeten echt vanuit hun eigen vraag kunnen werken en in gelijkwaardige vormen van partnerschap. Wat ik ook graag deel met jullie is dat ik me steeds meer bezorgd maak over dat begrip fragiliteit. Want ik had het net over die fragiele landen. Maar op dit moment, en juist door COVID-19, zien we dat fragiliteit zich ook uitbreidt. Dus er komen nu landen bij waar we ons meer zorgen over moeten maken. Ik noem maar even Libanon. Daar was een paar jaar geleden, toen ik daar onderzoek deed, dan was het duidelijk van nou, over welke mensen maken we ons zorgen. Dat waren dan vooral bijvoorbeeld de Syrische vluchtelingen. Maar nu, door een combinatie van economische crisis, politieke crisis, maar ook COVID-19, denk ik dat langzamerhand het hele land fragiel is geworden en in enorme problemen zit. Je ziet die fragiliteit ook uitbreiden met COVID-19. Nou, vervolgens, dat heb ik eigenlijk al gezegd, de derde les die ik hier uithaal is dat we kennisinstituten niet alleen als opleidingsinstituten moeten zien voor de economie, maar ook daaromheen als promotors van vredesopbouw, mensenrechten en waarden die heel belangrijk zijn om in deze samenleving op lange termijn, ja, een positief institutionele positieve samenleving te ontwikkelen. Nou, mijn laatste punt is dat samenwerking met kennisinstituut een kwestie zou moeten zijn van lange adem. Een instituut opbouwen is vallen en opstaan en daarin zijn partnerschappen belangrijk. Nou, dan kom ik natuurlijk eigenlijk terug op die vraag van multilateraal, bilateraal. Want ik ben enorme voorstander van multilateraal werken. Maar in het geval van die kennisinstituten zie ik heel erg het belang van die partnerschappen, instituut op instituut, waarbij je lange tijd met elkaar op kunt trekken, want dan kun je echt iets voor elkaar krijgen. Dankjewel. Thea Hilhorst was dat. Die vraaggestuurde hulp of hulpgebonden aan voorwaarden. Thea had het al over, daar willen we mee verder gaan. Dat blijft natuurlijk een spanningsveld, want Nederland propageert in al zijn programma's vraaggestuurde hulp. Een beetje net als beleidscoherentie op het gebied van hulp en handel. Maar tegelijkertijd verbindt Nederland aan hulp steeds duidelijke, soms resultaten. Zowel inhoudelijke thema's worden resultaten omgevraagd, zoals voedselzekerheid. Maar ook als het gaat om het uitdragen van waarden, bijvoorbeeld de positie van meisjes en vrouwen. En onze vraag is, hoe kijken politieke partijen naar deze spanning? Dus vraaggestuurde of hulpgebonden aan voorwaarden?
Dat brengt ons bij de eerste stelling van ons tweede deel. Namelijk, in internationale samenwerking moeten lokale belangen en thema's leidend zijn. U kunt thuis weer op uw telefoon de Mentimeter-peiling invullen, eens oneens. Ik kijk even naar de Kamerleden. We beginnen even gewoon met een voor of tegen. Meneer Amahoush, eens of oneens? Oneens. Oneens. Meneer Wiersma? Oneens. Meneer van den Nieuwenhuizen? Oh, u bent nog mute. Even de microfoon aan. We horen u niet. Moet even de microfoon aanzetten. Ja, ja, eens, maar wel met een grote maar daar komen we dadelijk dan wel op. Is goed, die doen we zo. Jan Paternotte, eens of oneens? Ja, oneens, maar wel met een hele grote maar daar komen we zo meteen al wel op. Oké. En Kirsten van der Hul? In principe ben ik het eens met de stelling, maar ook ik wil daar graag een voetnoot bij plaatsen. Nou goed, daar hebben we de tijd voor. We gaan even kijken wat er thuis gestemd is. Ik kan het gewoon niet goed zien. 32, 33 versus... 38 versus 8. Ja, sorry voor deze low-tech actie. 38 is het ermee eens, 8 oneens. Dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Nee, niet vergelijkbaar. Veel meer eens dan oneens dan onze Kamerleden. We gaan dit even uitdiepen. Meneer Amahoush versus Kirsten van den Hul. Meneer Amahoush, wilt u beginnen? U zegt hardgrondig, u bent het ermee oneens. Ja, dat zeg ik even scherp neerzetten, omdat niet alleen maar de lokale belangen, dat klinkt natuurlijk moralistisch en heel romantisch om te zeggen, oké, de lokale belangen moeten leidend zijn. Maar volgens mij hebben we ook samen een opgave, kijken naar even naar de klimaatafspraken, klimaatdoelen die we hebben, of naar belangen van het volk versus de belangen van een bepaald regime. En als je dat bijvoorbeeld projecteert, waar ik zelf mee bezig ben, op handel en op Afrika, dan zie je daar hele grote verschillen. We kunnen het eens zijn, de behoefte bijvoorbeeld op armoede oplossen. Dat doel, daar zeggen we oké, de lokale behoeften zijn leidend, maar op de manier hoe, en dat geldt hetzelfde voor de energie. Als wij zeggen we willen meer mensen in Afrika dat ze aangesloten zijn op energie, dan is nog steeds de vraag, bijvoorbeeld met Nigeria, gaan we daar fors investeren nog in de fossiele brandstoffen of gaan we langzaam samen aan transitie werken? Dus om alleen maar blind te zijn, daar vragen stuurt waar een land roept, gaan wij volgen. Dat kan niet de bedoeling zijn. En als laatste, er mag ook scherp gekeken worden naar een win-win situatie. Dat is geen taboe. Hoe kunnen wij met onze Nederlandse kennisinstituut en Nederlandse bedrijven ook een bijdrage leveren daar waar natuurlijk wel een match is met de lokale behoeften? Oké, Kirsten van der Hul. Nou, ik heb gezegd dat ik het eens ben met de stelling met een kleine kanttekening. Omdat ik vind dat de lokale belangen voorop moeten staan. En er is nog steeds, en daar begon ik net ook al mee, nog steeds sprake van een enorme wereldwijde ongelijkheid. De 10 rijkste mannen van de hele wereld, die bezitten meer dan armste helft van de wereld bij elkaar. En dat is natuurlijk de ongelijkheid die we blijven continueren en reproduceren als we de westerse noordelijke belangen voorop blijven stellen in onze aid and trade agenda. En daarom vind ik het zo ongelooflijk belangrijk om met die lokale organisaties samen te werken, om binnen landen dan ook echt oog te hebben voor het maatschappelijk middenveld, voor vakbonden, voor organisaties die de meest gemarginaliseerde groepen binnen landen vertegenwoordigen. En ja, dan vind ik het dus niet getuigen van een heel solidair standpunt als wij binnenkomen als BV Nederland en zeggen dit is goed voor ons, dus daarmee is het ook goed voor jullie. En ik noemde net die uitwassen en meneer Amhaus die deed die afvalsincidenten. Maar laten we niet vergeten dat er deze periode een baanbrekende uitspraak is gedaan in een grote rechtszaak die is aangespannen door onder andere Nigeriaanse boeren tegen Shell. En die laat zien dat de lokale belangen jarenlang structureel zijn genegeerd. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om ons bewust te zijn van wat er nog steeds onder Nederlandse vlag en ook onder vlag van het Nederlands bedrijfsleven
misgaat. En dat het heel belangrijk is om die lokale belangen dus echt primair voorop te zetten. Nu mijn kanttekening. Ja. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat Nederland aandacht houdt voor de rechtsstaat en voor kwetsbare groepen binnen die rechtsstaat. En dat betekent ook, en daar zullen we later volgens mij in het programma nog op doorkomen te praten, dat wij soms ook projecten moeten financieren die misschien volgens de lokale wetgeving misschien wel verboden zijn. Hè, dan wijs ik bijvoorbeeld naar een land als Oeganda dat hele strikte anti-LHBT-wetgeving hanteert. Ik ben heel erg trots dat Nederland ondanks alles zich inzet voor de positie van LHBT-mensen in Oeganda. En ik hoop dat Nederland dat blijft doen. Dus dat is mijn kanttekening. Ja, ik vind dat lokale belangen primair voorop moeten staan. Maar dan moeten we wel kijken wiens belangen dat dan zijn. Okay. En ook oog hebben voor de meest gemarginaliseerden. Ook ja. Als dat in een lokale context misschien wel heel erg moeilijk wordt gemaakt. Juist dan. Oké, okay. Ik ga even naar het CDA. Maar eventjes, even heel even, ja. Voordat ik hier hardnekkig doorga met uw naam verkeerd uitspreken. Is het ou of oe? Amhoos. U deed het net goed tussendoor. Ik deed Amhaus. Ja, prima. Oh, goed zo. Nou, dan ga ik daarmee door. Kirsten van den Hul die zegt, als wij gewoon niet die lokale belangen voorop stellen, dan blijft die enorme ongelijkheid uiteindelijk in stand. Nee, ja, het probleem is hier dat de PvdA niet consequent is. We hebben bijvoorbeeld in de Kamer verschillende debatten gehad over de import bijvoorbeeld van palmolie uit Indonesië. Er werken 17 miljoen mensen werken in Indonesië in de palmolie-industrie. En we zijn natuurlijk op de RSP, we willen duurzame palmolie. Maar daar wordt dan gezegd, ja, daar moeten we dan mee gaan stoppen. Of daar moeten we eigenlijk, daar moet niet meer de lijn vooruit zijn. Als je zegt van lokale behoeften, de mensen hebben brood op de plank nodig. Ook in Indonesië proberen dat elke keer te verduurzamen. Dat is ook een lokale behoefte. Dus als je het één zegt, lokale behoefte is leidend, dan moet je het wel consequent doorvoeren. Oké, okay. We moeten even door, want er waren ook wat bijzondere kanttekeningen. Bijvoorbeeld Tom van den Nieuwenhuizen. U zei, ik ben het ermee eens, maar met wat kanttekeningen. Wat zijn de kanttekeningen? Ik ben het ermee eens, omdat ik geloof in lokaal leiderschap en eigenaarschap. Hè? Dus als je eigenaarschap hebt lokaal op alle terreinen, dan wordt een ontwikkeling veel meer van een land zelf dan van de hulpgever of de donors. Maar wat mij betreft zijn de SDG's wel altijd leidend daarin. En wel de context daarin. En de volgorde en de prioritering die kunnen wat mij betreft lokaal. Maar wat mij betreft mag niks, maar dan ook echt niks, afbreuk doen aan de vooruitgang binnen die SDG-doelen. En dat is de kanttekening die ik er toch wel bij wil plaatsen. Op het moment dat hulp bijdraagt aan de achteruitgang ten opzichte van SDG's, omdat daar een lokale behoefte aan is, dan ben ik het ermee oneens. Want dan zeg ik, daar ligt wat ons betreft de lijn. Oké, okay. En meneer Wiersma, u was het hardgrondig met de stelling oneens. Hè? Dus de lokale belangen die staan niet voorop. Die zijn niet leidend. Nou, volgens mij lokale en Nederlandse belangen raken elkaar. En dat, hè, dus wat we eerder al noemden, wederkerigheid, dat moet het uitgangspunt zijn. Je wil niet dat een jongen uit een Afrikaans land, de jongeren hier naartoe komen, omdat ze hier een beter leven kunnen krijgen. Maar dat we ze juist helpen om daar een beter leven te krijgen. Door het bouwen aan werkgelegenheid en perspectief. Dus dat zou het uitgangspunt moeten zijn, dat het een win-win is en dat het hand in hand gaat. Ja. Meneer Paternotte, u zei oneens met de kanttekeningen. Ja, dat is voor een deel vanwege dezelfde kanttekening als de heer van den Nieuwenhuizen. Want ja, er zijn inderdaad best wat landen die zeggen, voor ons is klimaat eigenlijk niet zo belangrijk, want we hebben nog een armoedeprobleem op te lossen. En wij denken wel echt dat dat altijd hand in hand zou moeten gaan, omdat je anders geen duurzaam antwoord hebt op die armoede. Want juist klimaatverandering is een enorme bedreiging voor voedselzekerheid in ontzettend veel ontwikkelingslanden. Maar ook, denk ik, dat Nederland natuurlijk wel bepaalde expertise heeft. Dus de Wageningen Universiteit helpt met voedselzekerheid, of Bagraars met waterveiligheid. Dat zijn wel duidelijk dingen waar Nederland heel goed in is. En als we volledig ingaan op alleen de lokale behoeften, dan ben je niet alleen maar bezig om het beste te brengen wat Nederland te bieden heeft. Dus wat dat betreft, lokale behoeften heel belangrijk. Samenwerking met lokale NGO's versterkt de aanpak altijd. Dus dat is ook heel belangrijk. Maar Nederland heeft natuurlijk wel bepaalde dingen waar we extra goed in zijn. En laten we die ook vooral in de etalage zetten. Ja. Het onderscheid dat u nu maakt, is dat eigenlijk het onderscheid tussen hulp en handel? Valt dat hier toch een beetje, drijft dat toch een beetje uiteen hier? Nou ja, ik moet nu proberen zo kort mogelijk te antwoorden. Dus dan kan je niet alle aspecten erbij pakken. Maar uiteindelijk geldt dit net zo goed voor hulp. Want ik denk waterveiligheid, voedselzekerheid, dat heeft te maken met hulp die wij bieden om dingen voor elkaar te krijgen als landen daar niet actief een vraag hebben die ze kunnen betalen.
Maar het geldt ook net zo goed voor landen die wel degelijk het geld hebben om te investeren om onze baggeraars naar zich toe te halen. Ja. Mag ik concluderen dat u eigenlijk alle vijf, of u nou eens of oneens hebt de stelling, dat u eigenlijk alle vijf het ermee eens bent dat lokale belangen en lokale thema's belangrijk zijn in hulp en handel, maar dat er als basisvoorwaarde altijd is Sustainable Development Goals, overeenstemming over een klimaattransitie eigenlijk. Kirsten van der Hul zegt ook, waar het ook om gaat is het belangrijk, wat we als Nederlandse waarden zo hoog in het vaandel hebben, is gelijkheid voor LGBT-rechten enzovoort. Is dat ook iets, meneer Amhoutsch, wat ook belangrijk is bij het geven van hulp, dat we die gelijkwaardigheid ook voorop stellen? Die is zeker belangrijk, maar ik weet ook dat we hebben er heel veel discussie over gehad, ook met GroenLinks juist en de PvdA, daar schuurt het soms, is ga je eisen stellen op dit moment en als die eisen niet ingevuld worden, dan stoppen we ermee, want dat is soms de teneur die ik hoor. Of zeg je, we gaan wel handel drijven met een land of een land verder helpen in de economische ontwikkelingen in het kader van SDG 8 en we weten dat vandaag de dag niet alle vrouwenrechten gerespecteerd worden, waar we nou wel naartoe moeten werken. Bijvoorbeeld kinderarbeid, proberen we uit te bannen. Er ligt nu ook een wet die we willen gaan implementeren. Dus het is ook hier weer het idealistische van, in het kader van IMVO, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Zeg je tegen bedrijven, stop vandaag, als het niet goed is. Of help je die bedrijven juist dichter bij elkaar te komen en die twee kanten van de wereld? Ja, oké, maar geeft u het antwoord eens in het geval dat dat niet lukt? Dat een land natuurlijk zozeer vrouwonvriendelijk is, zozeer vasthoudt aan kinderarbeid. Vindt u dan dat Nederlandse inspanningen met betrekking tot hulp, handel, kennisuitwisseling eigenlijk dan geen doorgang kunnen vinden? Nee, daar ben ik heel terughoudend in. En ik weet dat dat hele moeilijke trajecten zijn. Maar als dat ten koste gaat van de lokale bevolking, zullen we toch moeten kijken via welke kanalen we de lokale bevolking kunnen helpen om juist wel die kennis tot hen te laten komen. En juist wel dat brood op de plank kunnen krijgen. Ja, meneer Van Nieuwenhuizen, is het realistisch om te veronderstellen dat alle landen in de wereld die minder ontwikkeld zijn, onze waarden delen als het gaat over gelijke rechten, klimaattransitie, dat palet? Nou, ik denk dat de realiteit ons doet beseffen dat dat niet zo is. Dat ieder land daar zijn eigen normen en waarden op nahoudt. Los daarvan hebben we gewoon internationale mensenrechten. En die zijn universeel. We hebben universele Sustainable Development Goals. En dat hebben we met z'n allen gezegd, dat dat voor alle mensen op deze planeet geldt. En dat zou dus het streven moeten zijn om daar vanuit Nederland met al onze internationale programma's in een coherent beleid aan te werken. En dat betekent dus ook dat landen die dat actief frustreren of institutionaliseren om dat constant niet te blijven doen, zoals bijvoorbeeld de Chinese overheid dat doet met de Oeigoeren, en institutioneel vanuit de Chinese overheid mensen onderdrukt, steriliseert, mensenrechten daar op de grofste manier blijft schenden, ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen, hier trekken we een lijn en hier zijn we klaar. Maar dat lijkt mij, sorry dat ik u onderbreek, maar dat lijkt mij een voorbeeld waar we geen discussie over hebben. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een ingewikkelder voorbeeld tot slot van dit rondje. We hebben daar geen discussie over, maar die discussie is er dus wel. En die discussie is er dus ook met het Nederlandse bedrijfsleven. Precies. Dus zelfs daar hebben we een discussie over met elkaar. En daar zien we zelfs dat het schuurt tussen hoe belangrijk vinden wij mensenrechten, hoe belangrijk vinden wij fundamenteel bestaansrecht van mensen ten opzichte van handel en winstperspectief. En daar schuurt het zelfs in Nederland. Dus daar schuurt het zelfs ook. En ja, als ik met u een kopje koffie drink, dan zeggen we altijd met elkaar, we zijn het daarmee eens. En natuurlijk veroordelen we dat en zijn we het er niet mee eens. En vinden we dat dit soort taferelen moeten stoppen. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan prevaleert nog steeds altijd het politiek of het economisch belang. En zolang we dat blijven doen, kunnen wij niet met droge ogen blijven zeggen dat we staan voor universele mensenrechten. Oké, okay. Laten we dan nog even schakelen naar uw collega Wiersma. Want uw partij laat natuurlijk de handel vaak prevaleren in dilemma's als deze. Hoe kijkt u er tegenaan, de kwestie die Van Nieuwenhuizen hier schetst?
Nou ja, dat is wat ik net zei. Dus het gaat het is niet per definitie prevaleren. Het is kijken wat werkt nou het beste. Er zijn denk ik heel veel doelen waarvan we misschien veel gedachten die kunnen we met alleen hulp en ontwikkelingswerk wel voor elkaar krijgen. Maar daar is juist handel altijd misschien een versneller of een cruciale rol in geweest. Dus ik denk dat je ook moet kijken welke uitdagingen is het dan specifiek. En volgens mij moet het niet inroeien tegen de uitdagingen die we wereldwijd met elkaar hebben. Nou, dat is ook een gezamenlijk belang. Dus ik deels eigenlijk wel wat Tom zegt. Oké, mooi. Gaan we door naar onze tweede stelling. De actualiteit, de coronapandemie, we begonnen er vanmiddag ook al over, die laat haarscherp onze internationale afhankelijkheid zien. De bestrijding van de pandemie is zo sterk als de zwakste schakel. Nederland richt zich bij vaccinaties nu alleen op het eigen land, terwijl in Afrika en elders de dekking en gezondheidssystemen te wensen overlaten. Uiteindelijk geldt dan no one is safe until everyone is safe. Brengt ons bij de tweede stelling in dit blok. Nederland helpt te weinig in het opbouwen van capaciteit in ontwikkelingslanden om de coronapandemie te bestrijden. Aan u thuis de vraag, wilt u de Mentimeter invullen, zodat we kunnen kijken hoe u erover denkt. Ik check even bij de Kamerleden. Kirsten van der Hul, eens of oneens? Ja, eens. Veel te weinig. Okay. Het AIV heeft overigens op verzoek van een aantal coalitiepartijen een spoedadvies geschreven tijdens de coronacrisis, waarin ze adviseerden om flink te investeren, juist nu, in internationale solidariteit. En helaas heeft het kabinet daar geen gehoor aan gegeven, of maar deels gehoor aan gegeven. Okay. En ook nog deels een voorschot genomen op de begroting van volgend jaar. Ik denk dat het echt iets is om niet alleen ons als Nederland, maar ook als Europa heel diep voor te schamen. Dat er landen zijn waar nog steeds niet is begonnen met vaccineren en waar er voorlopig ook helemaal geen zicht is op vaccins. En dat wij hier in het rijkste deel van de wereld, dat er landen zijn die zoveel vaccins hebben besteld dat ze de bevolking wel 5 of 6 keer kunnen vaccineren. Ik denk dat dat in een notendop aangeeft wat er scheef is gegroeid in de wereld en hoe hard het nodig is om juist nu te investeren in internationale solidariteit. Oké, we praten zo nog verder hoor. Jan Paternotte, eens of oneens? We investeren te weinig. Ja, oneens. Nederland investeert echt veel meer dan de meeste westerse landen in de aanpak van de coronapandemie. En dit kabinet heeft ook fors extra geld in ontwikkelingssamenwerking gestoken nadat het vorige kabinet daar keihard op had bezuinigd. Dus ik vind dat in ieder geval heel belangrijk. Okay, ja, maar we praten zo verder. Nee, het kan meer, maar doen alsof Nederland het hier laat afweten is niet terecht. Oké. Tom van den Nieuwenhuizen, eens of oneens? Oh, u staat op mute. De microfoon is uit. Eens, ik ben eens met stemmen. Oké, mooi. We gaan zo nog praten. Ja, we praten zo meteen door. Dennis Wiersma, eens of oneens? Oneens. Oneens, nou mooi. En Amouch, eens of oneens? Oneens, ik sluit me aan bij Jan Paternotte. Oké, goed. We kijken eventjes naar... 58 mensen zie ik. Er zijn 58 mensen die kijken, zijn het ermee eens. Er wordt te weinig aan de coronapandemie in andere landen geïnvesteerd. En eens 5. We praten hierdoor met Tom van den Nieuwenhuizen en Dennis Wiersma. Daarmee moet ik even zeggen, Dennis Wiersma, uw portefeuille is hoger onderwijs, zei ik ook al aan het begin. Dus dit is voor u een beetje vreemd terrein, maar dat maakt niet uit. Tom van den Nieuwenhuizen, u zei eens, hè? We investeren eigenlijk te weinig, toch? Klopt. Ja, maar leg eens even uit, want kijk, er is natuurlijk een beperkte hoeveelheid vaccins. Is het een kwestie van volgordelijkheid of moeten we ten principale nu meteen eerst alles moet gedeeld worden, alle vaccins? Ja, bestrijden van de coronapandemie is meer dan alleen de vaccins. Het gaat ook over het opbouwen van instituties, van een goed en gedegen gezondheidssysteem, waar we de afgelopen decennia amper in hebben geïnvesteerd en alleen op hebben bezuinigd. Het gaat over zorgen dat er testcapaciteit is, dat er zorgcapaciteit is. Ook dat blijft ver achter in heel veel landen. En daarnaast komt nog, daarbovenop, dadelijk het verdelen van de vaccinaties en het kunnen vaccineren. En mevrouw Van der Hul zei het al heel treffend. Het AIV heeft een advies gegeven. En ook het kabinet had in april al een heel duidelijk standpunt hierover. In april zei dit kabinet, we moeten het OS-budget ringfencen. Er moet extra geld komen, 1 miljard extra vanuit Nederland. Om de COVID-pandemie te bestrijden. En pas als we hem in Afrika eronder hebben, dan hebben we hem eronder in de hele wereld. En wat doet vervolgens dit kabinet en deze coalitie? Ze hebben maanden lopen ruzie hierover met elkaar. Daar blijft 150 miljoen over.
Ze nemen een hypotheek op de toekomst. We zitten al 10 jaar onder de 0,7% norm, waarvan zelfs VNO-NCW zegt dat het belachelijk is dat we zo laag en zo weinig investeren in deze landen. En wat we uiteindelijk zien is dat in Afrika de crisis om zich heen blijft grijpen. Dat er geen testcapaciteit is, geen goede zorg. Het beeld steeds grilliger wordt. En dat wij hier in Nederland met elkaar met droge ogen durven te zeggen dat het wel voldoende is. En dat we onszelf op de borst mogen slaan en trots mogen zijn op het feit dat andere landen nog minder doen dan Nederland. Okay. En dat we daarom zo trots mogen zijn op onszelf. Goed. Het is echt om je voor te schamen. Okay, helder, helder punt. U wijst natuurlijk op 2 sporen. Er is een acuut spoor, dat gaat over de coronabestrijding. Het tweede spoor is langetermijn investering in gezondheidszorg wereldwijd. Meneer Wiersma, u was het ook mee eens dat we te weinig aan die coronapandemie doen. Is dat dan vooral, heeft u het over het acute aspect of over de langetermijn? Ja, dan heb ik u blij gemaakt met niks wat ik probeerde oneens te zeggen. Och, mijn excuus heb ik verkeerd genoteerd. Oneens. Ja, nee, dat nou, heeft, maakt het debat ik, interessanter. Ik zag dat de meeste mensen ermee eens waren. Dus dat was voor mij electoraal veel beter geweest. Maar ik herken me niet helemaal ook in het beeld wat Tom schetst. Omdat het doet een beetje alsof we ergens ons best doen om zo weinig mogelijk geld en hulp te bieden aan andere landen. Dat is het natuurlijk niet. We zijn met elkaar bezig om de eindstreep te halen van een hele ingewikkelde crisis. Daar besteden we juist op allerlei fronten veel geld aan. En niet in de minste plaats in Nederland, omdat hier ook heel veel mensen het water tot aan de lippen hebben staan. Tegelijkertijd, we staan wel in het linker rijtje als het gaat over donoren op dit terrein. Als het gaat over ontwikkelingssamenwerking, dus ook in het kader van corona. Het werd al genoemd, en Jan zei dat goed. Vorig jaar is daar ook geld voor uitgetrokken. Speciaal nog extra geld, 150 miljoen. Dus het is niet dat daar niks gebeurt, ook in Europees verband is daar juist extra aandacht voor. Tegelijkertijd is het ook niet zo dat je zegt, nou ja, wij doen meer in andere landen, dus het gaat automatisch goed. Nee, dat is niet zo. Dus als we meer moeten doen, dan vind ik ook dat je daarnaar moet kijken. Het zou ook nooit genoeg zijn. Maar ik denk dat het beste is om via onze bedrijven, die hier hebben geholpen om wereldwijd inkoopmarkten af te struinen om grondstoffen te krijgen, dat we ook via diezelfde bedrijven kijken hoe we in die landen diezelfde grondstoffen die daar ook nodig zijn voor bijvoorbeeld medicatie of mondmaskers of beademingsapparatuur daar ook kunnen leveren en garanderen. En dat onze bedrijven daar ook kunnen helpen om dat daar uit de grond te stampen. Okay. Net als wij dat heel moeilijk vonden in het begin, kunnen we daar de landen ook mee helpen. Dus volgens mij zit daar een win-win. En is dat niet per definitie extra overheidsgeld. Helder. Korte reactie van Nieuwhuizen voordat ik doorga naar de andere 3. Nou ja, ik had gehoopt dat ik de afgelopen periode met de heer Wiersma in het debat had gezeten rondom OS in plaats van met zijn collega. Want ik hoor hier een hele andere toon van de VVD en daar ben ik al heel blij mee. Okay. Dat biedt veel meer openingen dan wat bijvoorbeeld ook jullie in je verkiezingsprogramma schrijven. En ik maak me daar wel heel erg zorgen over. Ik maak me zorgen over het feit dat wij op geen enkele manier de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in robuuste gezondheidssystemen. En daardoor is Afrika bijvoorbeeld nu zo afhankelijk van de westerse wereld. Ja, okay. En dat betekent dus ook dat wij, en dat is mijn laatste zin. Ja, want dat punt hadden we al. Ja. Ja, ik wil u niet bruut onderbreken, maar we zitten gewoon een beetje krap in de tijd. En dus dit punt was helder. We hebben gewoon veel te weinig structureel langetermijn geïnvesteerde gezondheidssystemen. Wat natuurlijk is gekomen door het opheffen van die sectorale benadering, denk ik. Hè? Dat is 1 jaar of 10 geleden afgeschaft. Dus daar is dit het gevolg van. Meneer Amhout, u stemde ook oneens of heb ik dat verkeerd genoteerd? Ja, oneens. Ik ga niet herhalen wat de heer Wiersma en de heer Patronotte gezegd heeft. Maar waar ik wel aan wil sluiten is dat we zeker, kijk, in Nederland of in Europa zeggen we oké, de haven is in zicht wat betreft de pandemie. Hopelijk dat over 2 kwartalen iedereen gevaccineerd is. Maar dan begint wel inderdaad meekijken wat er gebeurt op een continent als Afrika. Zowel op voedselarmoede en vaccinatie, waar we wel extra kunnen gaan helpen. Als ik nu zie wel dat er landen bezuinigen op de import bijvoorbeeld van zaden of pootaardappelen om hun eigen bevolking te voedselen, omdat ze gewoon geen dollars en geen euro's hebben. Dat baart me wel zorgen. Dus we doen heel veel. Dit kabinet heeft veel meer gedaan dan het vorige kabinet. Maar dat ontslaat ons niet van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook in de komende maanden te kijken hoe we extra kunnen helpen. Ja, meneer Patronotte, ik heb het idee dat u er sterk aansluit. Hè, wat meneer Amhout zei, u zei net al, dit kabinet heeft veel meer geïnvesteerd in hulp. Waar zouden we wel meer kunnen doen om te helpen die coronapandemie wereldwijd, ook in ontwikkelingslanden, te helpen bestrijden?
We hebben nu natuurlijk veel gedaan op het gebied van voorzorgsmaatregelen. Inderdaad, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, zoals inderdaad zeep, mondkapjes, et cetera. Dat is ook belangrijk, maar inderdaad, vaccinatie is de weg naar buiten. Dat is ook waarom eigenlijk alle partijen, ook PvdA GroenLinks trouwens, zeggen Nederland zou sneller moeten vaccineren. Dat ben ik eigenlijk met u eens. Als we dan zeggen dat wij te veel vaccins hebben, als je op de ranglijstje kijkt, is het niet zo dat Nederland nou daarin helemaal voorop loopt in de wereld. Maar we komen er pas met z'n allen uit als we in alle landen dat doen. En mijn hart breekt soms wel eens als ik naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika kijk, waar ze het ongelooflijk zwaar op dit moment hebben. Omdat ze met een virusvariant zitten, omdat er wel vaccins gemaakt worden daar, maar ze pas echt sinds kort ook zelf op grote schaal mogen gaan vaccineren. En daarvoor is die multilaterale samenwerking zo belangrijk. Daarom is het goed dat wij in COVAX investeren. En moeten we de komende tijd ook op blijven inzetten dat die vaccinproductie zo goed wordt georganiseerd dat inderdaad het in alle landen terechtkomt. En niet alleen in de landen die nu op eigen houtje massaal aan het hamsteren zijn. Ja. Mevrouw van Hul, tot slot. U hoort de tegenwerpingen tegen uw hart grondige eens. Wat heeft u uw collega's te zeggen? Nou ja, ik denk dat het en kortzichtig is om te denken dat het zo wel genoeg is. En ik denk uiteindelijk dat als je kijkt naar de cijfers, hè, ik heb er nog even bijgezocht. Half januari waarschuwde de WHO dat er wereldwijd 40 miljoen doses waren verspreid in de 49 rijkste landen. Tot 25 doses, dus niet 25.000 of 25 miljoen, nee, 25 punt in de allerarmste landen. En dat is precies wat ik bedoel. Dat is de kloof waar we het nu over hebben. En ik denk dat COVID een vergrootglas heeft gelegd op bestaande ongelijkheden die er al waren. En er is maar één manier om die aan te pakken. En dat is echt drastisch herverdelen. En dat moeten we nu echt gaan doen. En daar heeft Nederland als een van de rijkste landen ter wereld een belangrijke rol in te spelen. Ja. Eventjes naar eigenlijk een heel ander punt. Ja, meneer Ahoes? Wat stelt mevrouw van Heul in deze fase voor, inderdaad? Hè? We hebben inderdaad heel weinig eigen vaccins. Wat stelt u voor in de kader van... Nou, een van de dingen die we zouden moeten doen is de farmaceutische industrie aanspreken. En zorgen dat die patenten een keer worden opengebroken. Daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Hè, er wordt natuurlijk nog steeds enorm veel geld verdiend door farmaceutische bedrijven die niet voor de greater good aan het werk zijn per se, maar soms met name hun eigen bottom line in het vizier hebben. Kijk, en dat zouden we kunnen doen. Daar kunnen we in Nederland ook een stap in zetten door ook receptuur makkelijker toegankelijk te maken, door in te zetten op lokale productie. Maar we zouden natuurlijk moeten beginnen met gewoon het uitvoeren van het AIV-advies dat mede door de partij van de heer Amhuis is aangevraagd. Ja, advies gaat internationale vraagstukken. Eventjes een beetje een stap terug van dit debat. Want al een paar keer kwam natuurlijk, viel de term ODA. De percentage dat naar ODA gaat, 0,7% zou dat moeten zijn. Dat was afgelopen jaar 0,54%. Meneer Amhuis, hoe staat uw partij daar tegenover? Dus onze economie groeit niet, waardoor zeg maar, het budget beschikbaar voor ODA ook niet groeit. Ze zullen aannemen gaat krimpen. Vindt u dat wij terug moeten naar die 0,7%? 0,7% is altijd de doelstelling geweest, ook van het afgelopen kabinet. Daar hebben we al gezegd. Het was 0,54, hè? Dat is niet een klein beetje minder, maar dat is 16% minder. Nee, dat klopt. Maar als je kijkt wat dit kabinet gedaan heeft ten opzichte van de VVD-PvdA, is het al fors meer. En de doelstelling moet blijven dat we naar die 0,7% gaan. Maar laten we ook eerlijk zijn, we hebben een hele grote uitdaging. Ook als Nederland nu met de economische crisis, hoe we dat samen wel gaan invullen. Ja. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd, 0,7. Dat zeggen we ook op Defensie. Hè. Zeggen we al jaren dat we naar een bepaalde percentage willen. Of naar de NAVO bijdragen naar een bepaald percentage. En toch blijkt dat in de praktijk wat moeilijker te zijn om dat te realiseren. Ja, maar 0,16% verschil is natuurlijk geen ongeluk. Dat is beleid. En uw partij zat in het kabinet. Dat klopt. We hebben een kabinet met 4 partijen. En nogmaals, we hebben stappen gezet en we zijn er nog niet. Dat onderken ik. Ja. Meneer Paternot, hoe kijkt u daarnaar? Naar dat ODA-percentage van nu 0,54%? Ja, wij willen verder omhoog, maar we zijn heel blij dat we de afgelopen jaren fors omhoog zijn gegaan. En als ik eigenlijk naar de laatste 30 jaar kijk, dan is er een heel simpele wetmatigheid. Ja, hoe meer zetels voor D66, hoe hoger het budget voor ontwikkelingssamenwerking. U zegt fors omhoog. Wat is dat? Want naar mijn weten is dat echt heel weinig omhoog.
Nee, er is meer dan 1 miljard per jaar bijgekomen. Dus dat is meer dan 4 miljard over deze hele kabinetsperiode. Ja, maar we hebben het hier over een percentage natuurlijk. Volgens mij is dat percentage van 0,53 naar 0,54% gegaan. Dus dat is dan weer als percentage van ons inkomen niet zo gek veel. Nou, volgens mij is dat eerder is het juist nu fors hoger. Dat komt natuurlijk ook omdat we in een zware economische tijd zitten. Maar zaten we vorig jaar voor het eerst juist in de buurt van die 0,7%. Ja. Even kijken naar Dennis Wiersma. We hebben uiteindelijk meer aan geld dan aan percentages, volgens mij. Ja, goed, het gaat om hoe we ons willen uitdrukken natuurlijk. Maar het ODA-budget wordt natuurlijk altijd uitgedrukt als percentage van het bruto nationaal inkomen. Dus daarom dat we die ook natuurlijk steeds aanhalen. We kijken even naar Dennis Wiersma. Waar staat uw partij? 0,54. Vindt u dat prima of zegt u dat moet eigenlijk toch echt weer 0,7 worden? Wat wij zouden willen is dat we ruimere criteria hebben voor wat telt als ontwikkelingshulp. Dus het is een beetje een ander vaatje waar we uit tappen. Dus dat zou we kunnen zien als een flauw antwoord, maar zo is het niet bedoeld. We zouden graag binnen de OESO kijken of we die ODA-definitie kunnen uitbreiden. En anders moeten we een eigen definitie gaan gebruiken. Maar waarom wilt u dat? Nou, dat ook hulp bij grensbewaking in Afrika daar onderdeel van is. Net als militaire missies die ervoor kunnen zorgen dat je, nou ja, dat ontheemden ook weer veilig thuis kunnen komen. Ik kijk even naar Kirsten van den Hul, want dit is wel die we nu soms niet binnenvallen. Ik kijk, Kirsten van den Hul, andere definitie van wat hulp is. Grensbewaking is ook hulp. Ja, daar ben ik, ik weet niet of er nog een sterker woord is dan tegen, maar echt falikant tegen. Ik vind dat juist het instrumentaliseren van het hulpgeld waar we de laatste jaren al vaak vanuit de Kamer voor hebben gewaarschuwd. Kijk, deze ODA-middelen die zijn bedoeld om die structurele ongelijkheid in de wereld aan te pakken. En die zijn niet bedoeld om Fort Europa te versterken. Die zijn niet bedoeld om de BV Nederland te versterken. En dat is wel hoe ik het nu hoor. En ja, dat is een grote zorg die wij hebben. ODA is ODA en dat moet zo blijven. Daar moeten mensen beter van worden. Daar moet het land beter van worden. En dat gaat niet om een hoger hek. Slot. Ik wil nog een kort woord van Dennis Wiersma, want dan moeten we door. Nou, ik wilde alleen maar, ik begrijp die reactie deels, maar deels ook niet. Want soms weten we allemaal dat veiligheid het begin is van groei en vooruitgang in een land. Dus het veilig terug kunnen komen in je eigen land of in je eigen deel van het land, dat is denk ik belangrijk. En als we op die manier kunnen bijdragen dat je weer daar de kansen kan vinden, perspectief kan krijgen en dat er überhaupt weer bedrijven zijn die daar willen vestigen. Okay, en dat punt. Wij ook met onze kennis en hulp daar kunnen bijdragen om zich daar te willen laten vestigen, dan doen we volgens mij iets wat goed is. En dan moderniseren we gewoon iets in de definitie wat belangrijk is. Oké. We gaan door naar onze derde stelling, want de tijd dringt tot slot. We hebben het er al een beetje over gehad, maar we willen u nog even horen over de politieke functie van OS, of die er is. We hadden het namelijk al eerder over de vraag of je bepaalde waarden mag opleggen. Ja, zegt Kirsten van der Hul, als het gaat over LGTB-rechten, vrouwenrechten. Een stap verder natuurlijk is het gebruiken van OS als diplomatiek instrument en mogelijk als sanctiemiddel. Dus mijn stelling voor alleen de Kamerleden. Als landen niet voldoen aan de door Nederland zo sterk uitgedragen principes van internationale mensenrechten, dan moeten alle vormen van samenwerking stoppen. Meneer Amhoutsch, wat vindt u daarvan? Eens, oneens? Oneens. Oneens. Dennis Wiersma? Oneens. Oneens. Tom van den Nieuwenhuizen? Oneens. Oneens. Jan Paternotte? U denkt nog even? Oneens. Oneens, toch. Ik proefde een aarzeling, hè? En Kirsten van der Hul? Oneens. Ja, oneens. Dit is natuurlijk een interessant punt, hè? Dus u zegt allemaal, ook als mensenrechten grof worden geschonden, dan moet je toch gewoon eigenlijk nog samenwerking verlenen. Waar ligt de grens, meneer Wiersma? Ja, dat is precies de goede vraag, denk ik. Wat ik denk is dat je juist een voet tussen de deur kan krijgen om ook de mensenrechten bijvoorbeeld aan te kaarten. En juist die grens in de gaten te kunnen houden en bij te kunnen dragen aan iets anders. Dus als je dit doorredeneert, dan zou je Nederland hebben wat zich achter de dijken terugtrekt en wat zich verstopt achter EU en OESO-landen die dat dan wel met elkaar fixen. Maar het gaat met heel veel landen natuurlijk helemaal niet goed met democratie. Maar dan is het soms wel juist in het belang om samen te werken. We noemden eerder al een beetje over de opvang van vluchtelingen. Maar het gaat ook over juist weer aan
de praat krijgen van handel en kansen voor onze bedrijven daar en andersom voor de regio daar om te groeien. Oké, dus een voet tussen de deur is beter dan de deur helemaal in het gezicht dichtgooien. Mag ik aannemen dat iedereen het daar ongeveer over eens is? Want dan ga ik door naar Thea Hilhorst. Thea. Ik wil er nog één kort ding over zeggen, Marcia. Ja, als dat zeker. Mag. Nou, ik vind het dus heel erg belangrijk dat we hier juist in de gaten houden met wie we samenwerken. En er is wereldwijd al een aantal jaar sprake van wat ze in jargon de shrinking space noemen. De steeds verder krimpende ruimte voor maatschappelijk middenveld, voor vakbonden bijvoorbeeld, voor NGO's. En in een aantal landen waar wij veel zaken mee doen, wordt die NGO's nou juist het werken onmogelijk gemaakt. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we daarom wel echt vol blijven inzetten op die IMVO-agenda, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook echt die NGO's en het maatschappelijk middenveld proactief blijven steunen. Juist ook in landen met een regime dat het werk van die organisaties onmogelijk maakt. En dat moet wat mij betreft echt topprioriteit blijven. Oké, dank u wel. Want we hebben nog maar kort voor een samenvatting van Thea Hilhorst. Thea, wat viel jou op als je de Kamerleden hoorde? Wat was het meest interessante punt voor jou? Ja, wat mij opvalt is natuurlijk, zijn natuurlijk verschillen, maar daarom is het natuurlijk ook een verkiezingsdebat. Maar wat ik nou het meest interessant eigenlijk vind, is de erkenning voor het belang van kennisinstituten en samenwerking erin. Die hoor ik door alle partijen heen. En dat vind ik al heel fijn om te horen. Want die kennisinstituten blijven gewoon heel vaak buiten beeld. Hulp, handel. Maar kennis, samenwerken, onderwijs, onderzoek, dat is heel belangrijk. Ook een visitekaartje voor Nederland. En wat ik dan ook belangrijk vind, die kennisinstituten dragen die waarden uit, juist waar het er net over ging. Ja. Als je het hebt over mensenrechten, participatie, kritisch denken. Dus ik denk eigenlijk wat ik het meeste overhoud is die steun door alle partijen heen, die erkenning voor kennisinstituten en samenwerking daarin. Maar iedereen concludeerde ook, die rol blijft eigenlijk een beetje onderbelicht. Ja. Is er iets dat deze Kamerleden kunnen doen om die rol veel prominenter voor het voetlicht te brengen? Nou, ik denk dat het heel goed is om vaker te verwijzen naar die rol van kennisinstituten. Het bekt misschien wat minder, hulp, handel, kennisinstituten. Trade, klinkt lekker, ja. Ja. Terwijl die kennisinstituten daar een hele belangrijke rol in spelen en van ouds dat ook altijd hebben gedaan. Dat was juist die samenwerking waar Nederland ook mee kon sieren in het buitenland. Iedere ambassade waar je komt hangen die posters van studeren in Nederland, hoe wil je dat doen? Dus daar zou gewoon vaker naar verwezen kunnen worden. En natuurlijk moet je dat dan ook weer terug gaan zien in budgetten van ontwikkelingssamenwerking en kennissamenwerking. En dat kan ook jou voor de hele linie meer onder de aandacht gebracht worden. Hoeveel ministers er wel niet zijn wereldwijd die zijn opgeleid in Nederlands, door Nederlandse kennisinstituten, is gewoon indrukwekkend. Het is heel erg mooi om daar ook wat vaker mee te sieren. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, heel Hilhorst. Ja, komen we aan het einde met inderdaad conclusies die daar natuurlijk heel erg bij aansluiten. Namelijk, kennis heeft een enorme belangrijke rol als het gaat als verbindende schakel eigenlijk in de hulp- en handelagenda, dat het ook een cruciale randvoorwaarde is bij het realiseren van Nederlandse ambities op zowel het gebied van hulp als handel. Daarom een nieuw kabinet zou daarom kunnen komen tot een ministerie van handel, kennis en hulp, zei Dennis Visser eerder. Essentieel is goedkeuring van het kabinet straks met het kennisuitwisselingsprogramma, het Orange Knowledge Program. En de sale en de kennisinstellingen roepen deze Kamerleden daarom ook op om die opgebouwde kennisinfrastructuur niet verloren te laten gaan. Om kennis blijvend onderdeel te laten zijn en te behouden van het Nederlands buitenlandbeleid. Mag ik onze dank uitspreken aan Kirsten van den Heul, Jan Paternotte, Tom van den Nieuwenhuizen, Dennis Wiersma en Mustafa Amhoes. Veel succes in deze toch gekke online debatweken, maar we zullen u volgen. Veel dank voor nu. Thuis, veel dank voor het kijken. En als ik een juffrouw was, zou ik nu zeggen, allemaal ijsvrij vanmiddag. En het ijs op. Dag. Ja.